Ja, deze nieuwsuitzending is een vervolg op de vorige. En die gaat over Pim Fortuyn. Die Nederlandse politicus, die is doodgeschoten in 2001. En die heeft dan een kijk op de islam. En dan wordt dus gezegd dat dat een item is. Nou, de grap is, Pim Fortuyn zelf is Rooms-Katholiek. Hij heeft nooit afstand genomen van dat moorddadige religieuze systeem. De schattingen van het aantal burgers dat door de Rooms-Katholieken is omgelegd, als je daar de Vietnamoorlog bij telt en vergelijkbare oorlogen die te herleiden zijn tot het katholicisme, dus dan heb je de Tweede Wereldoorlog ook, want Adolf Hitler was een katholiek, Jozef Stalin was een katholiek. Winston Churchill was dan misschien niet openlijk katholiek, maar stond onder controle van de katholieken. En Amerika, dat is al katholiek sinds 1776. Dat is één grote katholieke bende. Met een nadruk op bende. Want als je dan denkt van ja, hoe kan het toch dat Amerika heeft over de hele wereld 900 militaire basissen? Nou, dat komt omdat ze katholiek zijn geworden. En niet dat ze dat zelf wilden. Nee, het katholicisme is hun door de strot gedouwd. Door de voordeur, door de achterdeur, door de linkerzijdeur, door de rechterzijdeur, van door het dak heen en vanuit de kelder. En die arme Amerikanen, protestanten, die konden alleen maar gulp, gulp. De katholieken hebben Abraham Lincoln omgelegd. Kan ik er wel een aparte uitzending over houden, maar dat is helemaal uitgezocht. Ja, leuk is dat, hè? Pim Fortuyn was dus van een club en die heeft Abraham Lincoln omgelegd. Ja, dat is toch lid zijn van een criminele organisatie, of niet? Ik geef je even 20 seconden erover na te denken. Heeft de katholieke kerk sinds dat ze die moordpartij hebben laten plegen sorry gezegd? Nee, ze hebben een van de samensweerders hebben ze politiek asiel gegeven. En al die anderen waren ook allemaal katholiek. Is er ooit een pauselijke bul gevaardigd, waarin de paus zei van ik heb gehoord dat jullie, dat jullie een Amerikaanse burger hebben omgelegd. Want dat hij president was, dat scheelt eigenlijk helemaal niets. Die hebben een mens omgelegd. Nou, de 10 geboden, daarin staat toch duidelijk, gij zult niet doden. Er staat ook geen seks buiten het huwelijk. Nou, met alle twee veegde meneer Pim Fortuyn zijn bips mee af. Ja, en hoe zit het dan met die anderen? En er wordt gezegd, als je maar 1 van de 10 geboden overtreedt, dan ben je al het baasje, het haasje, het bokje. Sorry hoor. Maar meneer Pim Fortuyn, die deed lekker mee. We maakten hem het uit. In domheid waste hij zijn oren. Van nee, ik heb niks gehoord, want ik was mijn oren aan het wassen. Over de doden niks dan goeds hoor. En ik moet zeggen, in die tijd dat Pim Fortuyn doodgeschoten werd, wist ik het ook niet. Dus wat ik nu doe is makkelijk praten achteraf. Maar toch, het is de geschiedenis. En wat ik weet, mogen jullie ook weten. Nou, islam, dat is gecreëerd door de katholieke kerk. En dit is, ik zal die dan ook, ik wil een hoop linkjes nog die ik erbij moet gaan zetten. Ik ga deze gelijk even opslaan. Een beetje professioneel overkomt, snap je? Hoppakee. Dat zijn trick tracks. En chick tracks. Ik denk dat ik het zo schrijf. Dat is 1. Het is best wel grappig. Het is gewoon een teken, hoe heet het? Een cartoon.
En dan staat hier aan het koord. Kijken, ik heb deze in. Sorry voor de oponthoud, hoor. Ik werk niet voor de NPS. Ik kan hem niet de hele dag voorbereiden. Hoppakee, die staat erop. Ik zal het even voorlezen. The Vatican desperately wanted Jerusalem because of its religious significance, but was blocked by the Jews. Another problem was the true Christians in North Africa preaching the gospel. Roman Catholicism was growing in power and would not tolerate any opposition. Looking to North Africa, they saw the multitudes of Arabs as a source of manpower to do their dirty work. Nou, lees hem helemaal na. Ik zal hier even de audio laten klinken. Dit is Greg Szymanski. En daaronder zit muziek. En dat is niet zo fijn om naar te luisteren. Maar toch luisteren we even naar de stem van Greg Szymanski. How the Vatican created Islam. The astonishing story of an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told to him by Cardinal B while he was at the Vatican. Even vertalen. Dus hoe heeft het Vaticaan de islam, dus het Mohammedisme, gecreëerd? Het verbazingwekkende verhaal, opgetekend uit de mond van een ex-Jesuïte priester, Alberto Rivera. Je schrijft Rivera, maar je zegt Rivera. Dat is ook het karakter wat je hier ziet aan het begin van de strip. Zo ziet hij er ongeveer uit. Ik kan ze daar nog even kijken of ik hem... Alberto Rivera. Een interview. Kan je even zijn stem horen? Het is echt ongelooflijk slecht Engels. Want hij is Spaans van origine. Even kijken. Ja, deze moeten we hebben. Ja, die komt zo dadelijk wel. Gaan we eerst even verder luisteren naar Greg Szymanski. En die muziek wordt steeds zachter, dus hang on. By Alberto Rivera. This information came from Alberto Rivera, former Jesuit priest, after his conversion to Protestant Christianity. It is excerpted from The Prophet, published by Chick Publications, P.O. Box 661, Chino, California, 91708. Since his publication, after several unsuccessful attempts on his life, he died suddenly from food poisoning. His testimony should not be silenced. Dr. Rivera speaks to us still. What I'm going to tell you is what I learned in secret briefings in the Vatican when I was a Jesuit priest. Oké, dus is er in kort het verhaal. Alberto Rivera. De Spaanstalig, dat kan je zonder meer horen. En die was bij de Rooms-Katholieke Kerk gegaan. Want hij dacht van ja, dat is liefdadigheid. Lalalala, en dat wil ik wel doen. Ik wil mijn leven geven voor de wereld. En daarmee God dienen. Maar toen kwam hij maar hoger en hoger en hoger. En hij zat bij de Jezuïetenorde. En toen kwam hij uiteindelijk op een werkbezoek. Een soort briefing, een overleg, informatieronde. Met kardinaal Bea. Greg Szymanski zegt B, maar Bea zouden we zeggen. Kardinaal Bea. Toen hij daar was en kardinaal Bea heeft aan Alberto Rivera, even goed aanwijzen, dus kardinaal Bea heeft aan Alberto Rivera verteld waar het Mohammedanisme vandaan komt. Nou, dat is best een heel erg aannemelijk verhaal. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik ben er niet bij geweest. Het komt op mij aannemelijk over.
Want hoe zit dat nou? Kijk, het gaat die club, punt 1. Het gaat die club om werelddominantie. Dit is de wereldwijde maffia. Ze hebben 500 miljoen doden op hun geweten. In Joegoslavië alleen al, tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft de katholieke kerk ongeveer, en dan alleen in Kroatië, afgerond 1 miljoen mensen omgelegd. In 1943. Dus alleen in 1943, en dan alleen in Kroatië, bijna 1 miljoen mensen. Nou, de Vietnamoorlog hebben ze ook op hun geweten. De Tweede Wereldoorlog hebben ze op hun geweten. Totale moordpartij. Die willen de totale dominantie. En dat kan ook niet anders, want als ze nu stoppen en er komt rust onder de mensen, dan gaan we ze terugpakken. En dat wil niet zeggen dat we ze gaan vermoorden. Maar we gaan ze wel terugpakken. En ter verantwoording roepen. Want waar heb je aan meegewerkt? En ik praat dan in het Nederlands. Dus dan kan je zeggen, ja, maar dan had ik het Nederlands moeten weten om naar Perry te kunnen luisteren. Ja, het punt is, Greg Szymanski spreekt Engels. En Jurk Liesman, die doet dat ook in het Duits. Dus dan heb je al Duits, dan heb je Engels en dan heb je Nederlands. Ik heb nog niet een Spaanse site ontdekt die het erover had. Maar iedereen mag toch tegenwoordig verwacht worden dat hij iets van Engels kan. Dan kan je dat toch weten. En Pim Fortuyn had dat ook kunnen weten. Nou, Jeruzalem is een strategische stad. Want het ligt in een avondland. Dat is de term die daarvoor gebruikt wordt. Net als Nederland een avondland is. En California een avondland is. En het westen van Japan een avondland is. Dat zijn gebieden met relatief veel activiteit. Met veel ontwikkeling. Het zijn de westerse gebieden. Want de zon die komt op in het oosten en die gaat onder in het westen. Zo is dat. Zeker bij de Evenaar. En dat westen, die westerse landen, daar wonen de westerlingen. Ja, die zijn actief en innovatief, niet per se in de goede zin van het woord. Ze zijn innovatief. Ze verzinnen ook de meest stomme dingen. Terwijl de Oriëntaalse mens, dus de Occidentale mens, dat is de Westerse mens. Terwijl de Oosterse mens of de Oriëntaalse mens, die is veel kalmer. Die zit niet zo te wachten op al die vooruitgang en al die veranderingen. Van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En die westerse gebieden, die moeten onder controle gekregen worden. En dan is Israël, wat we nu het land Israël noemen. Dat heette toen, lang geleden, Palestina. En nog langer geleden heette dat Kanaan. Ja, die moet je hebben. Dat is je belangrijkste land. En dat kreeg het Vaticaan niet in handen, omdat ze die Joden niet aankonden. Die Romeinen hadden dan van die, dat heette soldaten. Dat zijn geen strijders, dat zijn arbeiders. Die krijgen geld en wat te eten en dan slachten met die handel. Maar dat geeft niet zoveel overtuiging. Je krijgt een moraal probleem. De moraal gaat omlaag. Want mensen doen niet mee vanuit een overtuiging. Ze doen mee omdat ze betaald worden.
En wat hebben die katholieken toen gedaan? Dus echt geniaal. Ze hebben de filosofie van Plato genomen. En daar is neoplatonisme uit gefabriceerd. Een soort moderne vorm van Plato. Maar dat neoplatonisme, dat had zijn hoogtijdagen in het jaar 200 à 300. Met iemand zoals Plotinus. En hoe het neoplatonisme precies in elkaar zit, daar hoef ik het niet over te hebben. Het is een filosofie die, ja, heden ten dagen is dat niet meer zoveel. Je zou kunnen zeggen dat de theosofie, dus de leer van onder andere Helena Petrovna Blavatsky, dat neo-platonisme is. Ik heb het boek gelezen Isis Ontsluierd van Helena Petrovna Blavatsky. Als je erin geïnteresseerd bent, Isis, dat spel je zoals je het zegt. En Ontsluierd, ja, dat zoek je op in de Vandalen. Dat is met een D op het einde. En een T na de N. Dus O-N-T en dan sluierd met een D. Isis Ontsluierd. Daarin zegt Helena Petrovna Blavatsky dat de theosofie is begonnen in het jaar 300. Wat ze gedaan hebben, is ze hebben dat leesgoed vertaald in Arabisch. En dat ook nog in een soort van straattaal Arabisch gedaan. Namelijk zonder klinkers, dus alleen maar medeklinkers. Dus het woord doeg en het woord dag, dat is dan allebei dg. Want de klinkers naat je weg. Dus het is dg en dg. Ja. Het was een mooie doeg. Want je kan bij het afscheid wel zeggen dag of doeg. Maar het ene is een groet en het andere is een tijdsaanduiding. Dus er zijn er nog wel meer, hoor. Bijvoorbeeld het woord week en het woord waak. Ja, het zijn twee verschillende woorden. Maar zonder klinkers is dat alleen maar WK. Nou, zo hebben ze die oorspronkelijke teksten in elkaar geflanst. Want dat was hip. Ja, en toen kwam de grote controverse. Wat staat er nou precies? Dus ze hebben het niet eens goed opgeschreven. Mag ik ter vergelijking even de King James erbij pakken? Ik zal het nu niet doen, maar als je de King James neemt uit 1611, is alles duidelijk. Medeklinkers, klinkers, komma's op de juiste punten, dubbele punten op de juiste punten, netjes in versen gescheiden. Nou, dat is de Koran op zich ook wel. Mooie korte frasen en een heldere voorstelling van zaken. Ja, wat wil je ook? Dat boek, de Bijbel, daar is 1500 jaar aan gewerkt. Toen is dat boek ingepikt door de Rooms-Katholieken, dat geloof van Pim Fortuyn. Die dan later goed zou vinden dat Pim Fortuyn namens de Rooms-Katholieken in de Tweede Kamer gaat zitten en op tv gaat lopen vertellen dat hij zijn penis wel eens stopt in een anus van een ander mens. En het maakt hem niet uit of hij daarmee getrouwd is of niet. Seks is seks of zo. Dat is het Rooms-Katholicisme. Nou, dankjewel. Daar hebben ze in het jaar 300, hadden ze een man en die heet Augustinus. Even bijpakken. Dit is wat ik ervan begrepen heb. Jullie mogen zeggen van, oh, ik denk zelf, kijk hoor, het kan je nou wel zeggen. Nee. Augustinus van Hippo. Gaat hij terug? Augustijn of Hippo, ja precies.
Hij is overleden in 430. Sint Augustinus wordt hij ook wel genoemd. Hij was een early Christian theologian. Nou, dat is niet waar. Hij was katholiek. Hij was een bisschop. Even kijken wat er meer staat. Ambrosius, dat is. Lees maar even met me mee, ja. Zijn taaltheorie van Augustinus vond ik mooi. Ik heb filosofie gestudeerd in Nijmegen, bij de katholieken, of all people. En daar kregen we Augustinus. Zijn taaltheorie, zijn taalfilosofie, vond ik wel goed. Hij heeft dan zo'n mooi begrip. Oh ja, Augustinus, die stelde zich voor, ik zat dit hier, als de spirituele stad van God. La City del Dei of zo. Wat is dat nou? Ja, dat klopt. Dit is van Augustinus. Augustinus hebben ze naar Noord-Afrika gestuurd. En daar heeft hij in de tijd dus dat hij leefde tegen de Noord-Afrikanen verteld dat er een profeet op zou gaan staan. En die Arabieren dachten maar van, oeh, een profeet. Oeh, wie dan? Nou, dat zouden ze dan wel gaan leren. En in een van hun kloosters, van die katholieke moordenaars. En in die kloosters, daar sluiten ze mensen in op. Dat hebben ze ook gedaan met de overname van het boeddhisme. Want die katholieken zijn niet echt katholiek, die zitten overal. Het is een manier van denken die heidens is, goddeloos is. Die alles maar goed vindt. Oh, lekker seks buiten natuurlijk, we maken het uit, man. Wat heb je er meer van overtredingen die we kunnen doen? Nou, doen we ook allemaal. Want de mens is de maat der dingen. Homo mensuras heet dat, denk ik. Die Augustinus naar Noord-Afrika. En daar lekker vertelt van lalalalala, er komt een profeet aan. Toen hebben ze dus een vrouw die ze opgesloten hadden in zijn klooster. En zo'n vrouw gaat er dan vrijwillig in, onder druk natuurlijk. En dat was een rijke vrouw. En zij al haar bezittingen afgestaan aan de kerk. En in ruil daarvoor kreeg ze een hokje van 3 bij 3 meter. Met niet een hemelbed. En elke ochtend om 5 uur opstaan. En het klooster schoonmaken. Of woorden van gelijke dingen. Handelingen van gelijke dingen. Zeg het maar. Al je haren eraf. Alsof dat ertoe doet. Staat er ergens in de Bijbel: gij vrouw, gij zult uw hoofd zo kaal maken als de vrucht van de eikenboom, waaraan ook geen haren groeiden, want zo heeft God de mens bedoeld als eikel. Dus wees een eikel, of anders zo kaal als een eikel. De heidens. En Pim Fortuyn was een heiden. Nou heb ik daar niet over te oordelen, want noem mij een bijbelgelovende christen in mijn omgeving. Nou, dan is mijn vraag, hoe groot beschouw jij de cirkel die ik mijn omgeving mag noemen? Als dat inclusief België is, dan heb ik er in elk geval 1. Of 2. Of 3. En die ken ik dan via internet. Nou.
Maar hier in mijn omgeving, af en toe staan ze te evangeliseren hier op het plein, of gewoon in het centrum van de stad. Maar ja, dat zijn incidenten. Voor de rest is iedereen heiden. Pagan. Om het even goed door te denderen. Die katholieken hebben het fijne begrip moeder van God. Maar ce n'est pas possible. Op zijn Spaans gezicht. Als een grapje, het is Frans. Dat is niet mogelijk. Er is geen concept voor ons te voorstellen, voor te stellen, dat er een moeder is van God. En de reden daarvoor is dat wij ons God niet eens kunnen voorstellen. En die katholieken die zeggen dan, ja, maar Christus Jezus, die is toch echt uit een baarmoeder gekomen? Dus alles wat hij gedaan heeft, dat was het werk van zijn moeder. Nee, natuurlijk niet. Wat is dat voor bullcrap? Als dat straks waar is, dan betekent het dat ik al mijn werk wat ik gedaan heb, en ik heb best wel wat werk verzet. Dat heeft mijn moeder allemaal gedaan? Mijn moeder heeft alleen maar tegen mij gezegd, jongen, ik snap helemaal niet wat jij bedoelt, en kan je alsjeblieft je mond houden, want dit is mijn verjaardag en we houden het wel leuk. Nou, dan werk je niet echt met me mee, dacht ik zo. De moeder van God. En buiten dat, je kan je God niet eens voorstellen. Laat staan zijn moeder. Dat is heidens. En heidendom, dan kan je zeggen, ja, dat is zo geinig, want die doen allemaal van die smerige feestjes. En dan gaan ze maagden, gaan ze onthoofden en het hart eruit rukken. En dan worden ze van tevoren heilig geneukt waarschijnlijk door de lokale priester die denkt, ja, er is weer een maagd die ik even ga bevruchten voordat ze naar de Heren gaat. Nou kindje, ga maar op je rug liggen. Ja, het klinkt goor wat ik zeg, maar het is gebeurd. En niet één keer, niet twee keer. Dat was niet per ongeluk. En dat is aan ieder de keus. Oh, trouwens, hier staat het ook. In his youth. En dat gaat over... Is het Augustinus, hè? Is daar het? Die wist ik helemaal niet. Ik weet alleen maar dat de Koran neoplatonistisch is. Want ik heb de Koran zelf gelezen. En gezien dat het neoplatonistisch is. En dat is verhipte ingewikkeld, hoor. Niet zo simpel als het als een pagina van de Bijbel. De moeilijke pagina's daar gelaten dan. Zoals dat gedoe met Mozes. Dat is niet zo makkelijk te begrijpen. Maar goed uit te leggen. Maar hier staat, in his youth, dus Augustinus, he was drawn to manichaeism. Manichaïsme, denk ik dat je moet zeggen. Manichaïsme. And later to neoplatonism. Dus Augustinus zelf ook al. Oké. Nou, toen hebben ze die non, die kaalgeschoren vrouw, die hebben ze een, hoe is het, een, iemand die dat begeleidt. Niet een patroon, maar een, nou, maakt niet uit. Die hebben ze meegegeven. En dat was een neef van haar. Van die neef gaat mee en ga jij maar lekker naar het noorden van Afrika, Arabië, en zoek daar een manneke. Nou, en dat was Mohammed. Die Mohammed, die had de hele tijd zelfmoordneigingen. Vind ik ook zo gek. Dat staat in de Bijbel ook helemaal niet. Maar ja, toen was Christus weer helemaal depressief. En die zei, Heere, Heere, ik gooi mij van deze rots en mogen mijn lichaam verpletteren onder mijn gedachten. Idioot gedoe.
Ik snap dat echt niet. Ik wil geen Mohammedaan voor de kop schoppen. Of voor de schenen schoppen. En dat stond allemaal in de Koran. Met andere woorden, dat Mohammedanisme, waar meneer Pim Fortuyn zich dan zo boos over maakt, hè, dat is van zijn eigen kerk. En dan ben ik... Dan, ik vind het niet fijn dat Pim Fortuyn is doodgeschoten. Dat is punt 1. Ik vind het nog minder fijn dat zijn dood omringd is met allerlei raadsels. Zodat een mevrouw genaamd Ine Veen en een man genaamd professor Dr. B. voor Bob Smalhout daar nog een schepje bovenop doet. Ik ben wel blij dat Pim Fortuyn van de tv af is. En uit de politiek weg is. Ik vind het reuze best dat Pim Fortuyn ons wilde, ja, geld wilde doen besparen door alle poen van McDonnell Douglas terug te vragen. En het JSF-project om het aan McDonnell Douglas over te laten. Het is McDonnell Douglas die een JSF wil gaan bouwen. Nou, bouw hem dan. Ja, mijn pirrie, daar heeft McDonnell Douglas geld voor nodig. Nou, even basis-economieles, ja? Als je geld wil lenen, dan doe je dat A. Van tante Gerda, die toevallig een rijke weduwe is. Nou, in het geval van de JSF heb je iets van 1000 tante Gerda's nodig. En daar leen je dan het geld van. En als dat niet lukt, of je vindt het te veel werkt, dan ga je naar de Bank of International Settlements, of de IMF, of de World Bank. En dan ga je het daar maar lenen. En dat is voor onzin. En moet je dat lenen van de Nederlandse overheid? Ja, zijn wij tegenwoordig een bank? Is de Nederlandse overheid een bank geworden? Om te lenen aan McDonnell Douglas? Ja, want er zijn afspraken gemaakt en dan krijgt Hollandse Signaal, die krijgt de deelopdrachten van McDonnell Douglas. Dus dat betekent dat we betalen dan, of lenen dan, zoals jij zegt. En dat geld krijgen we heus wel terug in de vorm van een vliegtuig. En dat zal dan in 2018 nog niet echt kunnen vliegen, maar in 2088 wel hoor. En bij McDonnell Douglas, dan moet je ook niet denken dat het, je daar wonderen van kan verwachten. Zo moeten die mensen wel de tijd gunnen. Ja, ik vind van niet. En als McDonnell Douglas niet in staat is om de World Bank of de IMF of van mijn part de ABN AMRO, allemaal die particuliere organisaties, als ze die particuliere organisaties niet weten te overtuigen van het commerciële succes van een JSF, ja, waarom dan de Nederlandse overheid wel? Of heeft McDonnell Douglas soms weer, net als toen met Prins Bernhard, hebben ze weer geschoven met poen? Onder de tafel. En dat Pim Fortuyn daar een kritische aantekening bij maakte, akkoord. Zonder meer akkoord. Wat Pim Fortuyn niet in de gaten had, is dat Nederland sinds 1850 ongeveer, want wij zijn hier een tijdje katholiek vrij geweest. Als je je dat nog kan herinneren. In 1511, dat even bijpakken. Maarten Luther. Maarten Luther was, net als Alberto Ribera, een katholiek. Even kijken, wanneer heeft hij dan die dinges... Oké, nee, 1517 is het. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was het symbolische begin van het protestantisme. Dat is een protestbeweging tegen die ongelooflijk stomme, mondiale, katholieke, universele maffia.
Nou, dat kostte de katholieke kerk heel wat grondgebied, waaronder Nederland. En in Nederland was katholicisme weg. En verboden. Katholieken niet. Ga weg. Niet in de overheid. Geen katholieken in de overheid. Want een katholiek is per definitie een onderdaan van de paus. En ik wil dat een politicus een onderdaan is van het volk. En niet van die paus. Van de baas der bazen. Want zo noemt die man zichzelf. The Lord of Lords. The King of Kings. Die Vicarius Christi. Christus. Nou, ga weg. Ik zou het helemaal weer terug willen. Naar de jaren 1830 of 1820 of daarvoor. Maar weg met die katholieken. Uit de politiek daarmee. En ook niet, dat doen die katholieken hier ook nog. Hè? Zo ergerlijk, hè. Elke zondag. Ding, dong, ding, dong. Brug, brug, brug. Dat is geluidsoverlast. Dan zie je ook gelijk de overeenkomst tussen het katholicisme en de islam. Want de islam, de mohammedanisme, want die hebben er ook een handje van. Als de kerkdienst begint, dan moet iedereen het weten. Weet je, herrie lopen trappen over niks. Dat is idolaterie. Dat is heidendom. Nou, en wie heeft nou Pim Fortuyn vermoord? Kijk of ik alle dingetjes gehad heb. Dus we weten nou dat islam, dat komt uit het katholicisme. Pim Fortuyn is een katholiek. Dus hij zit te zeuren over het werk van zijn eigen geloofsorganisatie. Ja, gaat hij dat dan maar eventjes binnenskamers met die lui bespreken? Pim Fortuyn had tegen zijn pater moeten zeggen. Jongen, jullie hebben een boek geproduceerd in neoplatonistisch dogma. Wat die Arabieren voor geen meter konden begrijpen. Daarmee hebben jullie ze opgestookt tegen de Joden. Moneybak. Geld terug. Minimaal voor die leugenachtige geschiedenislessen waarin jullie die waarheid verborgen hebben gehouden. Want zwijgen is een hele belangrijk, is een heel belangrijk instrument van de leugenaar. Ja, dat zat er allemaal niet in, hè. En ik ken nog een ander verhaal van een man, en die heet John F. Kennedy. Heette John F. Kennedy. Die was ook katholiek. Dus die mocht van de katholieke paus, de paus dus, de universele paus, de Vicarius Christus, de Jezus in een sluier van vlees en bloed. Gadverdamme dat je dat alleen al zegt. Je kan nog beter kijken naar SM-porno. Met vlees en bloed. Ik zeg het maar gewoon. Ik wil er verder helemaal niet boos over. Nee, jullie confronteren met de stupiditeit die ons door de strot geduwd is. En hoe die katholieken er vandoor zijn gegaan met onze geschriften. Die gebaseerd waren op de wet en de profeten. En die waren van het volk Israëls. De 12 stammen, waaronder de Joden, de stam Juda. Het gaat een hele tijd terug. Het boek Genesis, dat is zo oud, dat is 1400 jaar voor onze jaartelling. Dat is 3500 jaar bij elkaar afgerond op 500 jaar. Daarin staan dingen.
die geschriften hebben wij geaccepteerd en dat leverde ons op. Punt 1. Stabiele gezinnen. Punt 2. Stabiele samenlevingen. Punt 3. Dat geheel, stabiele gezinnen, stabiele samenlevingen. En dan punt 3. Duurzaam. En natuurlijk had je in die samenlevingen ook mensen die over de schreef gingen en die moesten een tik op de vingers krijgen. Dat is ook gebeurd. Natuurlijk is dat ook gebeurd. Want niet iedereen, maar het merendeel wel. Dat was de manier van leven. Er zijn ook heel veel christenen die helemaal allergisch worden bij het begrip Boeddha. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want Boeddha heeft niet echt geleid tot anarchie. Maar Boeddha was meer van de go with the flow. Daar heeft hij ook wel gelijk in. Dat is verder geen punt. Maar het is niet de hele waarheid. En Boeddha, die leefde 300 jaar voor onze jaartelling. Dus toen Boeddha in de ronde wandelde en bij de Bodha-boom zat en dacht, hé, de nokbalk is gebroken. Of woorden van gelijke strekking. Ja, toen was het boek Genesis, was toen al, even kijken hoor, dus 1400 min 300. Oh, dat was 1000 jaar oud. Boeddha was een nieuwkomer, om nog maar te zwijgen over Mohammed. En dan kan je zeggen van ja, maar Christus Jezus was er ook een hele tijd na Genesis. Met dit verschil dat in het boek Daniël staat van jongens, we zitten nou in de shitzooi, want het gaat helemaal niet goed tussen ons en God. En er is al zo vaak fout gegaan en de strijd gaat zo dadelijk stoppen. Zo dadelijk is het niet meer. En er komt iemand en die gaat dat zeggen. En die iemand, dat was Christus Jezus. De gezalfde Jezus. En die kwam. Dat is episode number 2. Die kennen we wel van Netflix. Van season nummer huppeltje pup. Nou, het Oude Testament is dus season 1. En het Nieuwe Testament is season 2. Aflevering nummer 2, mag je ook zeggen. Want ik weet niet hoe lang de Bijbel gaat worden. Het wordt straks nog een boek. Het is nu al te dik om dat in een mensenleven te comprehend op zijn Engels. Maar zeg dat, te begrijpen. Te bevatten. Dat is een mooi woord. Het Oude Testament is niet te bevatten in een mensenleven. Kan niet. Het Nieuwe Testament is iets makkelijker, want er zijn minder pagina's. Alleen het toetje van het Nieuwe Testament, dat is het boek Openbaring. Nou, ga jij maar eens uitleggen in een kwartier dat jij het boek Openbaring begrijpt. Pim Fortuyn heeft er nooit een jota van begrepen, dat kan ik je wel vertellen. Zo gaan die dingen. Nou had je in Amerika, had je dus die man John F. Kennedy, en dat was ook een katholiek. En Amerika is dus katholiek, al sinds jaar en dag. Sinds 1776 officieel. Want toen wij weggevlucht waren voor die fijne geloofsorganisatie van meneer Pim Fortuyn. Dokter Pim Fortuyn. Vanwege zijn geloofsorganisatie zijn wij toen weggevlucht. Hier uit Nederland en uit Duitsland en nogal wat meer plekken. Daar in Amerika was katholicisme verboden. En in 1776 met de grondwet. Ja, toen werd de deur weer opengezet. Ja. En als je de deur maar openzet voor de katholieke organisatie, och man. Ze zitten binnen voordat je Abraham kan spellen.
daar in de 20e eeuw was daar een president, die heette John F. Kennedy. En die was katholiek, dus ze dachten dat zit helemaal goed. Hij was ook lid van de Knights of Malta of zo. Van de vrijmetselaars, maakt me ook niet uit. Allemaal denominaties, stromingen binnen het katholicisme. Want het katholicisme doet nergens moeilijk over. Het katholicisme mag je tegenwoordig atheïst zijn, man. Het heeft zich nooit ergens om bekommerd. Het gaat hun alleen maar om de politieke macht. De truc van het katholicisme is dat ze het geloof gebruiken om de regeringen van de landen in controle te houden. In het boek Openbaring wordt gesproken over het beest tussen de benen van een vrouw. Zoiets staat er. Dan moet je de oorspronkelijke teksten bijpakken in het Grieks. Het boek Openbaring is geschreven in het Grieks. Dat moet haast wel. Even kijken hoor, Johannes van Patmos. Lekkere geschiedenisles toch? Hè? Dit gaat over Pim Fortuyn. Die is vermoord op 6 mei 2002. Johannes Patmos. Pak hem er even mee. Even kijken, door de weer aan de cyclade. En God van de Procles. Hebben we de hoek, Openbaring of van Procles. Ja. Hierdoor is het Patmos voor velen een heilig eiland. In hoeveel het Procles is, ja, dat is allemaal niet belangrijk. Ja. Wanneer was hij dan nou? Schreef hij in het Grieks. Daar ging het om. Dat was Grieks, dat kan niet anders. Dat was Griekenland dus. Als ik nou een beetje mazzel heb, dan kan ik het zo snel. Oh, Grieks-Orthodoxe kerk. Ja, Grieks, dat was Grieks. Ik wil even bijpakken in de King James wat er nou precies staat. Oeh, dat doen we niet zo. Woman. Riding the beast. Wat is er wel? Breeding call. Ja, boop. En dan woman riding the beast. En dan doe ik King James. Oké. Revelation 17. Even kijken. Het is echt wel. Dat ga ik zo dadelijk wel even doen. Dit is cool, man. Het is echt heel cool. Er zijn mensen die zeggen, ja, God houdt niet van ons. Ja, maar waarom heeft God dan dit op laten schrijven? Wat kan ik nou binnen deze pagina zoeken? Dat kan natuurlijk wel. Ja, beast. Ja, oh, daar zit. Oh, daar zie ik het, ja. Dus vers 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. The woman, dit is profetische taalgebruik, hè? Het stijgt uit, het ging niet. Het ging wel dat hij zag een vrouw en die zat op een beest, op een scharlaken. De scharlaken is een kleur. Ik wil even bijpakken. Snap je gelijk wat ik over heb? Scarlet.
En dan color. Scarlet color code. Even kijken hoor, deze dan. Platte hex, RGB. Scarlet color, dat is FF202400. Dat is deze. Eerste kleur. Zo zag dat beest eruit. Dat was de kleur van het beest. Zal ik nou nog even een plaatje erbij pakken? Catholics. Catholic. Ik kan maar met een K. Wacht even. Met een C natuurlijk. Hè? Catholic. Cardinals. En een C. Perry. Cardinals. Kijken of we plaatjes kunnen zien. Welke kleur zie je hier? Pak even die andere kleur ermee. Dus dat is die. Ik heb hier zo'n toeltje, dan kan ik toch... Kijken of we die niet hebben. Oh nee, die zit in mijn andere. Nee, ik kan nu niet de kleurcode hierop pakken. Hè, nee, dat kan ik wel. Ik kan het wel. Wacht eventjes. Ik heb een colormeter. Wat is dit voor kleur? Hier is wel iets anders. Deze dan. Dat is ook iets anders. Ja. Ja. Hexadecimaal dan is het iets anders. Hè? Kijk, want het is dan 2,5. Wat is het ding op zich? FF. Dus rood is 100%. Ja, dat zit dus hier niet echt. Maar het lijkt er verhip te veel op, hè? Dit zijn de... Dit is die kerk. En deze lui die je hier ziet... Die voeren het uit om al die regeringen in bedwang te houden. Dus zij zijn het scharlaken beest. En die mannetjes zo lekker zitten. Ha, 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 ha. Wij hebben 500 miljoen ellendige, ongelovige infidels, heretics. Ketters. Wij hebben al die ketters vermoord, maar onze muts, die zit wel heel erg mooi hoor. Dus met ons is niks aan de hand. Ja, dit is heidendom. En het staat in de Bijbel. Je kon dit aanvoelen komen. Dan hebben ze ook nog dat paars, dat komt ook nog in Revelation nog even terug. Dan pak ik de volgende nog wel even bij, om dat uit te leggen, hoe dat in elkaar zit. Zie ik hier ook paars? Nee, helemaal geen paars. Dit zijn dan de kardinalen. En dan de bisschoppen zijn die dan wel in paars. In ieder geval de paus is in het wit. Ja, de paus is onschuldig, want de huidige paus, vooral de huidige paus... Ja, die was alleen maar toezichthouder van die volkerenmoord in Argentinië. En hij zei, Orbi et Orbi. Ik doe er niet moeilijk over hoor, want we maken het uit. De huidige paus die heeft zijn eigen medewerkers laten vermoorden. En reken maar dat die kaalgeschoren medewerkers... daar hebben ze eerst nog even fun mee gehad hoor. Oké, hier zie ik dat paars. Wacht even, zie je, als je maar goed doorzoekt. Kijk, dit is dat paars. Wie is dat dan? Weet ik veel. Scarlet and Purple. Ik ga zo dadelijk Revelation 17 even doen voor jullie. Met de Statenbijbel erbij. And the woman was arranged in purple and scarlet color. Hier heeft Pim Fortuyn helemaal geen weet van gehad. En John F. Kennedy ook niet.
John F. Kennedy dacht van, oh wat leuk, ik mag president van Amerika worden, want je wordt niet geëlecteerd. Een taalgrap die alleen maar in zijn Engels werkt. Hè? To elect. Verkozen. Is dat, hè? Je wordt niet geëlecteerd, nee, je wordt geselecteerd. En John F. Kennedy was geselecteerd in de gedachte van, nou, die is katholiek, dus die houden we wel even in bedwang. Ja, wat meneer John F. Kennedy even ging doen, is dat hij dacht van, hoe kom die CIA, wat wel genoemd wordt, de Catholics in Action, daar houden we mee op. Daar maak ik 100 of 1000 kleine organisaties van en die rapporteren aan mij, dus aan het volk. Maar niet zo'n grote organisatie die totaal ongecontroleerd van alles loopt katholieken in actie te lopen wezen. En ook kardinaal Spelman, die man die de Vietnamoorlog aangejakkerd heeft. Want de Vietnam was niet katholiek genoeg, snap je? In het noorden had je die communisten. Nou, communisme, dat is het geloof van de van, dat is identiek aan fascisme, by the way. Dat noorden van Vietnam hadden ze redelijk onder controle. Maar in het zuiden van Vietnam niet. En toen hebben ze ons doen geloven dat die Noord-Vietnamezen met hun communisme, dat de boosdoeners waren. Net als Pim Fortuyn die dan zegt, ja, de islam, daar moet je tegen in opstand komen. Terwijl het noorden van Vietnam, dat was katholiek. En de islam, dus de Mohammedisme, dat is ook Mohammedanisme, is ook katholiek. En ik wil als christen helemaal geen oorlog. Ik wil niet eens op vakantie naar Vietnam. Ik ga wel op vakantie naar Doornenburg. Dan kan ik dat tenminste doen met mijn eigen Renault Clio. Wat zeg ik? Een deelauto. Nog liever ga ik lopend op vakantie, want er zit ook een camping hier aan de Rijn. Die schijnt dan wel heel erg saai te zijn. Maar ja, dat is wel op loopafstand. Dus ik wil helemaal niet naar Vietnam en zeker geen bommen gaan gooien. Maar die katholieke kerk wel. En dat had Pim Fortuyn moeten weten. Ik wist het niet in die tijd, maar ik was ook niet bezig met politiek. En als je geen politiek bedrijft, ja, dan is geschiedenis, dat is een soort van hobby. Nou, bij deze dus, uit mijn hobby, weet ik hoe het in elkaar zit. En wat deed John F. Kennedy? Die wilde die kardinaal Spelman, die verantwoordelijk was voor de Vietnamoorlog, die wilde die niet ontvangen in het Witte Huis. En John F. Kennedy wilde ook stoppen met die Vietnamoorlog. Hij wilde de CIA ontmantelen. Hij wilde het geldsysteem van Amerika weer het Amerikaans geldsysteem maken. In plaats dat die Amerikanen geld moeten lenen van de katholieke kerk. En hij vond dat als die staat Israël dan zo graag mee wil doen met Amerika, dat ze het non-proliferatieverdrag moeten ondertekenen. En nee, ze krijgen geen nucleaire wapens. Want waar heeft de staat Israël dat voor nodig? Ze hebben toch allemaal F-16's? Is het dan nooit genoeg geweest? En waar willen ze dan die nucleaire bommen op gaan gooien? Nou, kortom, 4 geniale ideeën die het Amerikaanse volk aanspraken. En dat was het einde van meneer Kennedy. En wie heeft daar de schuld van gekregen? Nou, een heel mistig persoon. Die heet Lee Harvey Oswald. En wie heeft de schuld gekregen van de dood van Pim Fortuyn? Een heel erg mistig persoon. En die heet Volkert van de Graaf. Dus Pim Fortuyn is onze John F. Kennedy, allebei katholiek en allebei niet in de gaten hebbende dat je niet feest kan lopen vieren in de tuin van de Heilige Vader.
Je doet wel precies wat hij zegt. En voor de rest mag je penis in de anus stoppen van andere mensen buiten het huwelijk om. En trouwens, het huwelijk kan ik helemaal niet met twee mannen. Wat slaat dat op? Het gaat helemaal nergens over, dat homohuwelijk. Dat is ook zoiets. Erger me de dood aan. Het heteroseksuele huwelijk moet je al afschaffen. Want je bent getrouwd als je seks hebt gehad. Dus in feite, als je voor de gemeente gaat trouwen, zelfs als voor de gemeente trouwt, dat de gemeente moet gaan vragen: hebben jullie al seks gehad? Mag ik even inspecteren? Dat je dan een YouTube-film hebt en dan laat je dat zien aan die gemeenteambtenaar. Ja, we hebben seks gehad. Oh, zegt die gemeenteambtenaar. Ja, maar was het wel goede seks? Ja, het was hele goede seks. Nou, zegt die gemeenteambtenaar, dan zijn jullie vanaf nu getrouwd. Maar dat heb je toch helemaal niet nodig? Dat weet je toch zelf wel? Wat is dat voor onzin? Het Oude Testament, dat is de wet. En de profeten. Daar staat het allemaal in. En mensen die er maar op losleven, ja, you go F your own, hey, a-hole. Dat is een nieuwe straattaal uit Amerika die ik opgevangen heb via internet. En er worden geen vieze woorden in gezegd, hè? You go F your own, a-hole. En dan zijn mensen heel verdrietig dat Pim Fortuyn dood is. Ja, ik ben blij dat hij weg is uit de politiek. Want dit soort mensen helpen niet. Ik heb helemaal geen zin in dat een politicus namens mij, volk, mijn Nederlandse volk, Mohammedanen gaat lopen afzeiken. Want hij is zelf net zo. Mohammedanen, dat zijn katholieken. En Pim Fortuyn is een katholiek. Ja, moet ik dan een grap gaan maken? Van nou, alle katholieken naar de maan. Net als John F. Kennedy dat zo graag wilde. Van tussen nu en 10 jaar gaan we naar de maan. Nou, alle katholieken naar de maan. En dan gaan ze daar Vietnamoorlogje spelen. En dan gaan wij wel kijken met een telescoop of we mooie grote explosies zien. En dan hunnen ons bellen van ja, de bommen zijn op. Kan je wat meer bommen sturen? En dan wij zeggen nee. Die had je zelf maar mee moeten nemen. En ga op de maan maar kijken of je daar explosieven kan maken uit dat maanstof. Beetje creatief zijn, weet je nog wel. Dan ga je daar maar lekker kleine kinderen lopen. Nee, dat mag ook niet trouwens. Geen kleine kinderen naar de maan. Alleen maar bejaarden en volwassenen die echt zin hebben om naar de maan te gaan. Die gaan er allemaal lekker naartoe. Maar weg van hier. Weg uit het huis van mijn vader. Dus ik denk dat ik alle aspecten van Pim Fortuyn nu op een rijtje heb gezet. Zijn seks buiten het huwelijk, propagatie, wat hij heeft gedaan. Afzeiken van vrouwen voor de tv. Belachelijke debatten die hij gevoerd heeft. Hij heeft zo'n debat gevoerd met Jan-Peter Balkenende. Dat is tenenkrommend. Alsof het een grapje is dat meneer Fortuyn in een belachelijk duur huis woont in Rotterdam. En dan geinig gaat lopen doen op de Hilversumse tv. Het lijkt Ronald Reagan wel. Dat was toch een acteur? Ik wil helemaal geen acteurs in de politiek. Ik wil mensen in de politiek die een rekenmachine kunnen bedienen. Ik wil mensen in de politiek die het begrip ANOVA-tabel... En dat spel je precies zoals je het zegt, maar dan wel met een W van Victor. Dus Anton, Nico, Otto, Victor, Adriaan. Dat je dat weet, dat je enigszins verstand hebt. En alleen maar spreekt als er iets te zeggen valt. Ik wil ook nooit meer verkiezingsuitzendingen zien. Dat heet dialectiek, heet dat. Dus een ander in de discussie onderuit halen met een grap. Bah. En het ergste is nog wel dat de mensen in mijn omgeving, die interesseert dat helemaal niet. Die denken, nou, is toch leuk?
Ja, jammer dat Pim Fortuyn doodgeschoten is, want hij maakte van die leuke grappige opmerkingen. Hij zat echt die vrouwen af te zeiken en die Arabieren zat hij af te zeiken. Had je toch maar een beetje polemiek op tv? Hoeft je in die tijd, had je geen Netflix, maar dan had je nou vuurgevechten in het woord bij de VARA. Ja, het is geen politiek. Bij deze is Pim Fortuyn ontheven van zijn functie, wat mij betreft, posthuum. En ik wil dat soort mensen nooit meer zien. Om dan maar te zwijgen over Geert Wilders. Die ook zo zijn best doet om ons tegen elkander op te stoken. Ja, I'm never nooit niet. Ik wil het niet. Punt. En als hier sprake was van een democratie, dan zou ik wel eens willen weten hoeveel mensen hier in Nederland dat soort dingen ook niet meer willen. Van een strikte scheiding tussen de kerk en de staat. Als er mensen zijn die graag samen willen komen op een vrij moment, en dat mag ook een doordeweekse dag zijn, en dan ga je ergens in een theetent zitten en dan slaat iemand zijn Bijbel open en die gaat voorlezen uit Hosea. Dat mag. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Mijn punt is, als je in de Tweede Kamer staat en je gaat daar een beetje de Bijbel lopen dicteren, daar heb ik moeite mee. Dat is niet nodig. Een beetje bijbelgelovende christen, die kan de Bijbel citeren met zijn gedrag. En meer wil ik er niet over zeggen. We zijn er hard aan toe, mensen. Kijk, als de Nederlandstalige mens die katholieken niet aan weet te pakken, wie dan wel? Huh? Wil je het af laten hangen van de Bulgaren? En dan ga ik zo dadelijk in op de opmerkingen van Pim Fortuyn over vreemdelingenbeleid. En dat wordt Pim Fortuyn nummer 3. Dus op zijn hamburgers zag ik hier tjuhus. En dag lieverds. Tot zo.